onze kraan hier lopen opbouwen. Als hulpkraan. Dus je ziet dat ja, door de tijd gaan veranderen dingen. Roderick van Seumer is trots op de 3 nieuwe ringkranen van het Schiedamse bedrijf. De grootste ter wereld nu kan maximaal 120.000 ton meter tillen. Maar de 3 nieuwe mammoetkranen zijn stuk voor stuk groter. De grootste van de 3 tilt zelfs bijna 2 maal zoveel als de sterkste nu. In nog geen half uur verplaatst de 240 meter hoge gigant een gewicht van 3200 auto's van 1000 kilo naar een plek zo'n 200 meter verderop. Door die rijkwijde hoeft de kraan bijna niet verplaatst te worden. De nieuwe kranen kunnen in temperaturen van min 40 tot plus 55 graden werken. En ze zijn volgens Mammoet nodig omdat de objecten in de industrie en de bouw steeds groter worden. De eerste 2-3 jaar gaan we nog wel eens een keer vloeken op deze kranen. Maar uiteindelijk zal hij zijn markt vinden en dan worden het onze trekkers. Dan gaan deze kranen ervoor zorgen dat wij die werken krijgen op de wereld waar we ook onze andere services op kwijt kunnen. Zoals zwaar transport, project management, engineering.